krijg je een hersenstolselverwarming. Dus zo'n embolie is een gevolg van een stolselverwarming, meestal in de veneuze kant van de circulatie, doordat het bloed stilstaat, doordat er te weinig beweging is. En zo'n pop komt, dat ik er nog een meer gedetailleerd. Ja, hier heb je net een diep veneuze thrombose. Normaal heb je een doorbloeding door de venen. Zo'n pop vormt zich dan en als embolie kan die losschieten en dan in hetzij de longen terechtkomen, omdat dat het eerste orgaan is waar venen in uitkomen en daar een longembolie in veroorzaakt, of als die doorschiet in de systemische circulatie naar de hersenen toe schieten en daar een embolie veroorzaakt. Je kunt dat herkennen, zo'n vorming soms, door mensen een rood been krijgen, zo'n wat ongelukkig plaatje, het is niet het allermooiste wat er te vinden is, dat er een stolselvorming zit, dat kun je dan herkennen soms. Dat zo'n been dik wordt, rood, heel gevoelig, dan weet je dat er zo'n stolling optreedt. Ook daarvan zijn de moleculaire processen in detail herleid. Die ga ik nogmaals nu weer niet bespreken, omdat dat niet de primaire bedoeling van dit blok is. We willen je nu iets meer over de kliniek laten zien. Maar die stolling die wordt moleculair beschreven, heel nauwkeurig, met allerlei stolparameters. En ik raad je aan om die goed te bestuderen een keer, zodat je de moleculaire regulering van de bloedstolling ook eens wat duidelijker gezien hebt. En met name de rol van vitamine K bijvoorbeeld daarbij bestudeerd hebt. Goed, dat is eigenlijk wat betreft de diagnostiek en de ziektegeschiedenis. Nou, kunnen we twee dingen doen. Ik ben ongeveer op de helft van het verhaal. Maar het tweede deel gaat over de therapie. Er zijn er een paar die mij verzocht hebben om ietsje eerder te eindigen. Dus als jullie niet al te moe zijn, dan ga ik gewoon door. En dan zijn we ook wat eerder klaar. Maar als jullie zeggen van nee, we vallen in slaap, dan moet er iemand heel nodig pauze hebben. Anders ga ik gewoon door met de therapie en dan zijn we rond 5:30, 6:30. Daar zijn jullie mee eens, kan ik? Ja, oké. Dan doen we dat. Dan pauzeren we niet. Ik zal proberen met de plaatjes het groeien te houden in het tweede deel. En het tweede deel gaan we het hebben over de behandeling van hart- en vaatziekten. Hoe kun je nou die verschillende hart- en vaatziekten behandelen en wat voor manieren zijn er? Nou, je kunt dat echt niet alleen met geneesmiddelen. We hebben de geneesmiddelen al een paar keer genoemd als voorbeeld. Maar er zijn ook hele andere manieren om aan te pakken. Ik heb ze hier alvast eens samengevat en dan zullen we ze één voor één wat meer in detail bespreken. In de geneeskunde is natuurlijk eigenlijk vaak de beste manier om een probleem op te lossen een chirurgische manier. Omdat je daarmee het probleem bij de kern aanpakt en daarmee verwijdert. Als je een tumor hebt, dan is natuurlijk de chirurgie van een tumor uiteindelijk de beste manier om het uit het lijf te verwijderen. En is dat een radicalere manier dan bijvoorbeeld met chemotherapie of met radiotherapie werken. Helaas kun je alleen chirurgie lang niet voor alle hart- en vaatziekten gebruiken. Hoge bloeddruk valt niet chirurgisch te behandelen, want dat is niet een aandoening die op één plek zit waarvan je kunt zeggen van nou dan halen we dat zieke plekje eruit en dan werkt dat. Hetzelfde geldt voor aterosclerose, die plaks die zitten overal in het lichaam en je kunt niet overal maar arteriën wegsnijden. Daarentegen heb je een aandoening die heet aneurysma. Weet iemand wat een aneurysma is? Scheur, ja, een scheur in een groot bloedvat, meestal doordat die verwijd is, dat een bloedvat een verwijding heeft en dan losgescheurd. Nou, dat kun je chirurgisch heel goed behandelen. Daar zijn ze in Maastricht ook heel knap in. Onze chirurgen zijn gespecialiseerd hier in het ziekenhuis in vaatchirurgie en die kunnen zelfs complexe aandoeningen in de lichaamsorganen met een, dan zetten ze een matje op als het ware en behandelen daarmee chirurgisch een aneurysma. Dus daar is het wel mogelijk. Ook toch wel sommige lokale vernauwingen in bijvoorbeeld de nierarterie. Als je een nierarterie stenose hebt, dan kan een chirurg daarbij komen. En je ziet steeds meer dat met name de combinatie van een radioloog en een chirurg dat soort operaties uitvoeren, omdat de radioloog kan het zien met zijn MRI of met zijn röntgenopnames, zeg maar, en die kan dat dan met de chirurg samen verwijderen. Soms de radioloog zelfs tegenwoordig al alleen.
geweest. En dan is de chirurgische aanpak dus een hele goede, omdat je daarmee het probleem oplost. Nou, een verfijning van de chirurgie is eigenlijk door de cardiologen ontwikkeld, door de cardiochirurgen en door de cardiologen. En dat is de ballonkatheterisatie, die je met name gebruikt bij vernauwingen in de coronair circulatie. En wat je dan doet, is dat je een stent, dit is een foto van een stent, dat is dus een metalen voorwerp. Ja, een stent, hoe zou je het moeten vertalen? Wij noemen het ook stent in het Nederlands. Dat is niet echt een Nederlands woord voor je. Een rastertje, raster is misschien het goede Nederlandse woord daarvoor, inbrengt. En die breng je zodanig in, dat zie je hier, dat die opgevouwen zit in het vat waarin de atherosclerotische plak zich bevindt. Dit is de atherosclerotische plak en die wil je verwijderen. Dan breng je dit in, dat zit opgevouwen. En door een ballonnetje op te blazen, verwijd je hem en druk je die plak als het ware de vaatwand uit. En tegenwoordig geven we er meestal ook nog een geneesmiddel bij dat extra helpt om die inflammatie van die vaatwand te onderdrukken. Dus dat je niet alleen mechanisch iets doet, maar ook met een chemisch middel die lokale beschadigingen daar in de vaatwand bestrijdt. En die stent die laat je al zitten. Zo, en daarmee kan iemand weer heel lang zonder complicaties verder gaan. Dus dat is een methode die in de jaren 70, ongeveer diezelfde jaren 70, waarin we zagen dat hart- en vaatziekten begonnen af te nemen. En waren niet vooral de ongezonde leefgewoontes die mensen doorzetten. Die stenting die is toen begonnen en de laatste jaren dus nogmaals door combinatie met chemische middelen, met farmaca, een hele effectieve manier om vernauwingen in bloedvaten, meestal in de coronair vaten, maar het kan ook in perifere vaten zijn, in de benen of in de carotis vaten naar de hersenen toe, om daar vernauwingen in op te lossen. Dus het is een beetje chirurgisch, maar ook farmacologisch. Het is een combinatie van een chirurgische techniek en een farmacologische techniek en zeer geschikt om vaatvernauwingen mee te behandelen. Dotteren noemen we dat ook wel eens. Hè? Dat is een woord dat jullie misschien wel eens gehoord hebben. Het dotteren van een coronair. Nou, dat zijn twee aanpakken die eigenlijk de oorzaak bij de bron aanpakken. Een andere manier die bij ritmestoornissen veel gebruikt wordt, is het gebruik maken van pacemakers. Daar hebben jullie ook wel van gehoord waarschijnlijk. Dat zijn apparaatjes. Ik heb hier een schemaatje of een foto van een pacemaker zoals ze tegenwoordig gebruikt wordt. Dit is een lineaal met centimeters. En zo zie je dat de moderne pacemakers, die zijn ongeveer 3 centimeter groot. Zo groot. Dat is alles wat het is. En die worden dan geïmplanteerd onder de sleutelbeen, zeg maar. Dus hier in de schouder aan de voorkant. Hier zo worden die geplaatst. En met een draad gaan die naar die plaatsen die jullie net in het plaatje over het hart zagen, de sinusknoop of de AV-knoop of in die buurt daar, waar dus de geleiding gecontroleerd wordt van het hart, daar gaat die prikkel heen. En de moderne pacemakers die hebben batterijen die tot 10 jaar toe in staat zijn om die prikkel te onderhouden. En je hebt zelfs tegenwoordig hele intelligente pacemakers die reageren alleen als het hartritme onder een bepaalde waarde komt. Dus die meten het endogene hartritme. Als dat endogene hartritme goed is, dan doen ze niks. Dan doet het hart het op zichzelf. Maar valt het hart stof, is het te laag, dan gaan ze aan de gang. Of omgekeerd, je hebt ook pacemakers die juist gaan werken als het hartritme te hoog wordt. En onderdrukken dan het hartritme. Dat hangt af van het type ritmestoornis dat je hebt. Een tachycardie of een bradycardie. Tachycardie is een snel hartritme. En een bradycardie is een langzaam hartritme. En dan kan die pacemaker dat herstellen. Dus een 10 jaar lang. En dan moet je hem een keer laten vervangen. Maar dat is een vrij kleine ingreep in de schouder inzetten. Een fantastische ontwikkeling. Die mede hier in Maastricht is ontwikkeld. De cardiologieafdeling van het ziekenhuis hier. Dat zijn grote experts op het gebied van ritmestoornissen. En het gebouw waar jullie allemaal die met de trein komen langslopen op weg naar dit gebouw toe, het Bakke Research Centrum, dat je daar tegenover het stationnetje
van Randwijk ziet staan, dat is het wereldcentrum voor research op het gebied van pacemakers. Dus iedere dag dat je daar langs komt, denk er dan maar eens goed over na, dat er in Maastricht, zowel in de universiteit als in de industrie, die daarnaast zit, een heel groot en belangrijk centrum voor de ontwikkeling van pacemakers zit. Van de firma Medtronic is dat. Ik heb, omdat ik geen reclame mag maken, het fotootje van de firma Guidant, dat kunnen jullie niet lezen, maar heb ik een andere firma gekozen dan Medtronic en een paar van dat soort firma's die pacemakers ontwikkelt. Hele belangrijke, en voor ritmestoornissen, nogmaals, als je daar op jonge leeftijd mee getroffen wordt en je kunt door zo'n pacemaker geholpen worden, dan is dat een hele effectieve en levenslange vorm van therapie die buitengewoon efficiënt is en ook weinig bijwerkingen heeft en werkt. Goed, dan komen we geleidelijk aan de toch wat meer, laten we zeggen, chemische interferenties. En een hele belangrijke, voordat we aan de geneesmiddelen beginnen, is de voeding. Dat komt steeds meer in de belangstelling te staan. We weten dat aan de slechte kant, slechte voeding, een belangrijke bron is als risicofactor voor hart- en vaatziekten. Maar de vraag wordt steeds meer gesteld, is ook het omgekeerde het geval. Kun je met behulp van voeding hart- en vaatziekten op een positieve manier beïnvloeden? Nou, daar wordt ongelooflijk veel onderzoek naar gedaan. Ook weer in Maastricht is een research instituut, dat heet Nutrim, dat heel veel baanbrekend werk doet op dat gebied. Die zijn met het Nutrim instituut is met name gericht op dus de gunstige gezondheidseffecten van voedingsmiddelen op met name toch wel hart- en vaatziekten. Dat is toch wel een van de grote gebieden van onderzoek waar dat instituut op werkt. En inmiddels weten we van behoorlijk wat voedingsmiddelen of ze al of niet een goede invloed hebben. En ik heb dit is een te ingewikkelde. Misschien kunnen jullie hem lezen achterin nog? Deze dia? Ja, toch wel? Ik zal hem langzaam bespreken. Er staan drie kolommen, er staan vier kolommen in. Of het bewijs overtuigend is, of het waarschijnlijk is, of het mogelijk is, of dat het bewijs onvoldoende is, dat is één kolom. En dan is het of risicoverlagend, of geen effect, of juist risicoverhogend. Dat is wat er in de kolom staat. Dit vat een beetje samen hoe de kennis op het ogenblik is op het gebied van voeding. Nou, dan weten we bijvoorbeeld dat linolzuur een risicoverlagende werking. Dat is een linolzuur, dat is een van de vetzuren die bijvoorbeeld in een vezel en dat soort boters zit. Daar wordt heel veel reclame voor gemaakt. Nou, inmiddels staat dat echt wel vast uit epidemiologisch onderzoek dat soort vetzuren, linolzuur en de verwanten daaraan, dat die risicoverlagen. Omgekeerd zijn er ook vetzuren, zoals een tyristine en palmitinezuur, de transvetzuren, dit zijn de cisvetzuren, dit zijn de transvetzuren, die juist risicoverhogend zijn. Dierlijke vetten met name, versus hier de plantensterolen, die aan de ene kant risicoverlaagd en aan de andere kant risicoverhogend werken. Andere, waarvan bewezen, overtuigend bewijs is, een risicoverlagend effect, is groente en fruit, met name bessen, rode bessen en dat soort dingen. En ook groente werkt risicoverlagend, met name in termen van de atherosclerose die optreedt op hypertensie, is daar wat minder van bekend, maar met name de atherosclerose is dat bekend. Daar staat nu tegenover dat keukenzout in grote hoeveelheden, moet ik daar wel bij zeggen, keukenzout is absoluut noodzakelijk om daar iets van te consumeren. Dus je kunt niet zeggen dat 0 gram keukenzout, dat goed zou zijn. Je moet een hoeveelheid keukenzout eten, maar een overmatige hoeveelheid keukenzout, dus laten we zeggen meer dan 4 gram per dag, dat wordt vaak aangehouden als waarde, dat werkt risicoverhogend. Overgewicht, hoge alcoholinname staat aan de risicoverhogende kant, een lage, matige alcoholinname staat juist aan de risicoverlagende kant. We weten nu dat consumptie van een geringe hoeveelheid, dus dan hebben we het over 1 à 2 glazen per dag alcohol, dat op hart- en vaatziekten risicoverlagend werkt, terwijl hoge inname risicoverhogend werkt. Nou, dat zijn de dingen die met epidemiologisch bewijs overtuigend vaststellen. Dan zijn er nogal wat dingen
die waarschijnlijk zijn, waar echt wel bewijs voor is, maar waar er toch nog wel discussie in de literatuur over is. Ik zal ze niet allemaal bespreken, maar bijvoorbeeld noten, en dan met name de ongezouten noten, daar wordt toch steeds meer van gedacht dat die een positieve invloed hebben. En dat doen ze met name via de bioproducten. Weet iemand hoe? Op welke factor jullie als moleculaire wetenschappers moeten wij al iets van weten waar je noten op zouden aangaan? Waar zijn noten zijn aan? En welke? Eiwitten. Nee, niet vetten zozeer. Eiwitten, ja. Maar welk eiwit? De aminozuren namelijk. Welk aminozuur? Zijn er 34 gunstig op? Dat is dan nog onbekend kennelijk. Nou, dat moet je dan maar als doel stellen om daar ook in dit blok wat meer over te weten te komen. Met arginine. En het arginine is een voorloperstof. Ik zal het straks aan laten zien bij de geneesmiddelen van stikstofoxide. En stikstofoxide is een heel potente vaatverwerker in het lichaam. En de gedachte achter met name walnoten eten is dat het stikstofoxidegehalte verhoogt en daarmee dus vaatverwijding veroorzaakt. En daar is redelijk wat evidentie voor. Ik zou dat als zeer waarschijnlijk willen typeren dat het geval is. Nou, dan zijn er ook een aantal dingen die tot de categorie wat minder evidentie behoren, met name van de vitamines, is dat een half geval, of van de calcium, magnesium, dat soort voedingssupplementen. Er is wat op de markt. Je zou versteld staan als je naar winkels gaat, naar gezondheidswinkels, wat er allemaal verkocht wordt als zogenaamd gezond. En daar zit toch tamelijk veel waarbij de evidentie wetenschappelijk toch niet heel goed is. En dat moet je als wetenschapper dan ook met de nodige calls nemen om dat echt te geloven dat dat allemaal gezond is. Hetzelfde geldt overigens ook koolhydraten. Dat is een tijd lang zeer in de mode geweest om absoluut koolhydraatvrij te eten, het Atkins-dieet. Nou, of dat nou zo gezond is om helemaal koolhydraatvrij te eten, dat is toch tamelijk onvoldoende aangetoond. En in een dieet, in een normaal dieet, horen wel degelijk ook een zekere hoeveelheid koolhydraten. Natuurlijk niet een absurde hoeveelheid via, weet ik wat voor voedsel, maar zeker hoeveel koolhydraten worden thuis in een gezond. Kortom, daar zou een apart college over gegeven zijn van 2 uur. En misschien krijgen jullie dat ook nog wel in je gezondheidswetenschappelijke opleiding. Alleen over voeding en hartinflatie is veel meer te vertellen. Maar ik heb jullie een paar van de highlights daarin willen laten zien. Ik sla de geneesmiddelen even over, want daar wil ik mee eindigen. Als farmacoloog vind ik dat natuurlijk het belangrijkste en wil daar al eindigen met de geneesmiddelen. En ga even naar de cel- en de gentherapie. Dan komen we echt aan de vervangende weefsels. In de hele moderne behandeling van hartinflatieziekten terecht. De laatste 10 jaar, zeg maar, beginnen op dat gebied heel veel doorbraken te komen. De gentherapie. Daar was een paar jaar geleden, en ook daar heeft de coördinator van dit blok, Rob Hermans, het nodige mooie onderzoek zelf aan gedaan met allerlei groeifactoren die genetisch te beïnvloeden zijn en daarmee de hartspier bijvoorbeeld van beter bloed te voorzien. Dat was een stof waar Rob mee gewerkt heeft. Het is de fibroblastgroeifactor, het FGF. Nou, er zijn pogingen gedaan om die groeifactor, om het gen daarvoor, zeg maar, toe te dienen via katheters in de coronaire circulatie. Dus hier rechtop ingespoten rechtstreeks in een ischemisch gebied van het hart. En de gedachte daarachter was, dan bevorder je de bloedvatgroei als je dat toedient. En als je dat geeft op die manier, dan wordt de bloedvatgroei bevorderd en herstelt het hartweefsel. Nou, dat was, laten we zeggen, rond het jaar 2000. Tamelijk populair, maar toen zijn er toch een paar proeven niet echt goed gelukt met die gentherapie en dat is eigenlijk teruggetrokken. En op dit moment wordt dat alleen in experimenten gedaan om toch de veiligheid en de effectiviteit beter te onderzoeken. En kun je eigenlijk zeggen dat die vorm van gentherapie toch nog, dat was een brug te ver, dat dat nog iets te vroeg is. Er worden wel wat vormen van gentherapie in de aterosclerosebehandeling op dit moment, met name bij mensen met familiaire hypercholesterolemie, dus die al op hele jonge leeftijd extreem hoge cholesterolwaardes hebben, wordt geprobeerd om dat met gentherapie te doen. Ook dat is nog heel experimenteel, dus dat is voor de hart- en vaatziekte toch nog een brug te ver.
Wat niet een bruggenwerk is, wat steeds meer wel in de klinische aandacht begint te komen, is de stamceltherapie. Nou, stamcellen, dat hebben jullie waarschijnlijk in een van de vorige blokken ook al wel gehad. Die kun je maken uit, of stamcellen gebruik je om gedifferentieerde cellen te maken. Stamcellen kun je onder invloed van verschillende groeifactoren laten uitgroeien tot spiercellen, of tot bloedcellen, hematopoëtische cellen, of zelfs tot zenuwcellen. En dat wordt inmiddels volop gebruikt. Er wordt in Nederland heel veel mooi onderzoek gedaan. Er zijn een paar grote instituten in Nederland die zich daarmee bezighouden. En daar wordt geprobeerd om, zeg maar, uit die cellen, dus met name vaat- en hartcellen te maken, die dan gebruikt kunnen worden ter vervanging van, hier zie je dat, bloedvatcellen hier, om op die manier, of hartspiercellen, om op die manier kapot te gaan, weefsel te vervangen. Het is heel spannend onderzoek, en ook in Maastricht wordt daar binnen het instituut Kaaren nodig aan gedaan op dit moment, om op die manier aan te pakken. En dat is natuurlijk heel veelbelovend, omdat je daarmee eigenlijk natuurlijke cellen van de mens zelf, die kun je halen uit het beenmerg, zodat er geen immunologische problemen zijn, die verder laat groeien en laat ontwikkelen tot cellen die die chemische gebieden kunnen vervangen. Wat ook geprobeerd wordt, en dat gebeurt in samenwerking met de Technische Universiteit in Eindhoven, is zelfs hele stukjes vat op die manier te bouwen. Dan is het weefsel engineering, tissue engineering. Dan bouw je op een matrix van collageen eigenlijk bloedvatstructuren op, dus vasculaire spiercellen, die kunnen contraheren. En dit soort weefsels, als je die dus maakt van lichaams eigen materiaal, die kunnen op een gegeven moment een kapot stuk vat vervangen. En op die manier dienen ter vervanging daarvan. Met hartkleppen gebeurt dat al, dus hartkleppen. Kleppen worden gemaakt uit endogene cellen van de mens. Dan heb je geen immunologische afstotingsverschijnselen, zeg maar. En kun je op die manier met weefselvervangende maatregelen werken. Ik denk dat dat meer dan de gentherapie echt de aanpak van de toekomst wordt. Dat dat bij de behandeling van hartinfarctie per over 20 jaar wel eens hele veel gebruikte manieren van werken zou kunnen zijn. En jullie generatie zal daar met name in je onderzoek wat je later gaat doen heel veel bijdrage aan kunnen leveren aan die vormen van therapie. Nou, ter afronding, de geneesmiddelen bij hartinfarctie, die is natuurlijk toch van al deze methodes van aanpak, zijn dat de veruit meest gebruikte. Er is, ik durf wel te zeggen, bijna geen persoon van boven de 60 jaar die niet iets slikt voor een van die hart- en vaatziekten die we net op een rij gezet hebben, hoge bloeddruk of ritmestoornissen of hartfalen. Dat zijn ongelooflijk veel gebruikte geneesmiddelen als kostenpost ook een van de grootste factoren in de gezondheidszorg. Maar ze hebben wel bijgedragen dat onze gemiddelde levensverwachting enorm is toegenomen. Er zijn schattingen gemaakt dat alleen al de farmacotherapie van hart- en vaatziekten in de laatste 50 jaar onze levensverwachting met een jaar of 7 à 8 hebben doen toenemen. Dus dat is een enorme bijdrage die geneesmiddelen geven aan de levensverwachting en dan ook nog de gezonde levensverwachting van de mens. Een enorme bijdrage in onze technologische cultuur van de kant van de geneesmiddelen. Er staan risico's tegenover, maar die zijn, als je in termen van levensverwachting beschouwt, zijn die eigenlijk vrij gering. Er worden niet veel levens verloren door het fout gebruik van geneesmiddelen. Dat is al iets, maar weegt lang niet op tegen de gunstige kanten van de geneesmiddeltherapie. Nou, welke geneesmiddelen kennen we? Ja, eigenlijk dat rijtje van 6 aandoeningen zie je nu in omgekeerde volgorde terug. Middelen tegen ischemische aandoeningen, hier coronaire aandoeningen, daar had al het woord ischemische bij kunnen staan. Antiarritmica, middelen tegen ritmestoornissen, middelen bij hartfalen, middelen tegen hoge bloeddruk, middelen met een effect op lipiden, dat zijn dan met name de anti-atherosclerose middelen en stoffen die werken in de bloedstolling, de antithrombotica en de anticoagulantia. Nou, dat we ze heel kort even bekijken. Het is niet de bedoeling van dit blok om jullie nu als dokters
de hele farmacotherapie te gaan onderwijzen, zeg maar, dat je die moet leren. Maar het is wel goed dat je dus van de farmacologie wat hoofdgroepen van geneesmiddelen een keer gezien hebt en ook weet hoe ze werken. Dat is denk ik wel van. Nou, de antiarritmica, die onderscheiden we in een aantal klasses. En die klasses hebben eigenlijk te maken met het ionkanaal waarop ze werken. In zo'n actieproces, ik heb er helaas geen plaatje van, dat is weggevallen in het geheel. Heb je verschillende fases in de actiepotentiaal. En in de actiepotentiaal spelen natriumkanalen, kaliumkanalen, calciumkanalen een belangrijke rol. En die antiarritmica die werken op die verschillende kanalen en veroorzaken op die manier de onderbreking van een verstoorde remstoornis die er bij remstoornissen optreedt. En dit zijn de verschillende subgroepen op die manier. Coronaire aandoeningen, wat hebben we daarvoor? Ja, wat, je wil aan de ene kant natuurlijk zo'n verstopping opheffen, dat doe je met een stent en een anti-inflammatoire stof. Maar je kunt ook, zolang die balans tussen de zuurstofaanbod en het zuurstofgebruik niet goed is, dat er een disbalans is, kun je ook werken aan het zuurstofgebruik van het hart. En dat kun je doen door middel van het ontlasten van de hartspier. Kent iemand een groep stoffen die dat doen? Welke stoffen maken dat het hart minder hard gaat werken? Beta-blokkers, ja, heel goed. Beta-blokkers zorgen dat de hartspier minder hard gaat werken. En daarmee zijn dat hele nuttige middelen bij coronaire aandoeningen om de zuurstofbehoefte van het hart minder. Het andere wat je kunt doen is het aanbod aan zuurstof groter maken. Dus zorgen dat er meer zuurstof naar het hart gaat. En dat kun je doen door middel van een vaatverwijding, de vaat open te zetten. En tegenwoordig doen we dat vooral door het beïnvloeden van die stof die ik al eerder genoemd heb. Dat geweldig potente, maar o zo simpele endogene vaatverwijding, stikstofoxide. Eigenlijk een gas, hè, maar in vloeistoffen opgelost gas werkt gewoon potent als vaatverwijder, doordat het een cyclisch GMP vormt hier uit ETP, dat doet het onder invloed van het enzym guanylcyclase. En het guanylcyclase, het zorgt voor de cyclisch GMP-vorming. En de cyclisch GMP-vorming, dat is in allerlei spiercellen geassocieerd met ontspanning, met relaxatie en daardoor verwijding van het bloedvat en daardoor verhoging van de doorstroming. Nou, dat is eigenlijk al een heel oud principe in de farmacologie. We gebruiken al meer dan 100 jaar organische nitraten en natriumnitrochloride. Dat zijn twee stoffen, of groepen van stoffen, als vaatverwijders op die manier. Jullie kennen het misschien wel uit familieleden die, als ze het benauwd hebben, een pilletje onder de tong moeten nemen. Nou, dat zijn dan dit soort nitraten die ze nemen om hun hartspier op die manier te ontlasten. En dat gebeurt dus simpelweg door de vorming van het stikstofoxide. Het is pas een jaar of 15 geleden ontdekt, dat stikstofoxide. En nu weten we dat dat een van de krachtigste endogene middelen is van vaatverwijding. En die stoffen, dus nogmaals, staan op nummer 1 op de lijst van de behandeling van coronaire aandoeningen. Goed, dan, dit is nog even de rol van het arginine, dat heb ik al genoemd. Arginine is de voorloperstof van het stikstofoxide. Dat wordt gevormd uit dit geheel en in het lichaam zijn allerlei receptoren die synthese kunnen bevorderen via het stikstofoxide synthase, het NOS, nitric oxide synthase, de stikstofoxide synthase, en dat komt voor in allerlei cellen, met name in het endotheel, hebben we dat in hoge mate, en er zijn ook weer allerlei stoffen die synthese kunnen bevorderen op die manier. En dit schema is wel belangrijk omdat het moleculair mechanisme een keer goed gezien te hebben hoe in feite die stikstofoxide vorming plaatsvindt en hoe je dat ook beïnvloedt door allerlei chemische en ook fysische factoren. Goed, dat voor wat betreft de coronair aandoeningen. Hartfalen, ook daar hebben we allerlei middelen voor inmiddels. De oudste zijn middelen die de pompkracht bevorderen van het hart en zorgen dat het hart harder gaat kloppen. Kent iemand iets uit de
oude doos, misschien dat jullie kruidendeskundigen zijn. Dan